Goedemiddag. Ik ben Elle Boutsaan, Elle Boutsaanmakerij. En vandaag laat ik jullie een heel leuk huis zien. In vooral ook een hele leuke straat. En wel in de Badhuislaan in Bussum. En de Badhuislaan is een straat waar heel veel jonge mensen wonen. Maar ook wat oudere mensen. Een hele leuke mix. En waar vooral een heel leuk saamhorigheidsgevoel is. En dat is natuurlijk in deze tijd al helemaal fantastisch. Ik ga even de camera omdraaien. Dan kan ik jullie wat van het huis en de straat laten zien. Nou, hier staat toevallig nu net even een DHL-busje te lossen. Dat hebben we natuurlijk in deze tijd heel erg nodig. En eerst even een blik op de straat. Kijk, er staan natuurlijk nu wat meer auto's geparkeerd dan normaal, omdat iedereen zo'n beetje thuis werkt. Maar ik kon gewoon de auto voor de deur parkeren. En een straat met huizen met allemaal leuke voortuintjes. En vooral een super goede ligging ten opzichte van winkels, station, uitvalswegen enzovoort. Maar de straat zelf is eigenlijk ook een beetje hetzelfde type huizen. Ja, dit type huizen. Nou, en die hebben we hier ook bij nummer 34, die wij in de verkoop hebben. Oh, ik dacht er een auto achter me aankwam, dus ik loop even nog een stukje terug. Dan kan ik jullie dat heel goed laten zien. Even van beneden de voortuin. En dan daar de uitbouw boven. Het is eigenlijk een heel bijzonder type huis uit 1906. En de hele straat is hetzelfde, maar toch overal weer anders. Nou, als je hier kijkt aan de stoep, dan zie je allemaal stoepkrijttekeningen. Overal fietsen, kinderfietsjes, hele rijke kinderbuurt. We hebben verderop ook onlangs een huis verkocht, ook aan een jong stel. En met kleine kindjes. En het wil niet zeggen dat er geen oudere mensen wonen. Dat huis niet is voor oudere mensen, maar er wonen heel veel leuke jonge mensen. Goed. Even de buitenkant. En dan ga ik met jullie naar binnen. Voortuin, hè? Ruimte hier eventueel voor je fiets of voor je kliko's. Je ziet daar een ketting. Daar kun je ook eventueel nog iets van een scooter of een motor aan vastzetten als je dat zou willen. En een groot raam. En dat betekent ook meteen dat het een heel licht huis is. Goed, ik loop met jullie naar binnen. De voordeur. En dan heb ik hier meteen een hele lange gang. En dat is kenmerkend eigenlijk voor de huizen in deze straat, die hele lange gangen. Met hier een eiken vloer. Even de deur achter me dicht doen. Kijk. En je ziet meteen al in de gang hier. En je zult zien, ik heb handschoenen aan. Dat doe ik niet eens zozeer voor mezelf, maar ook voor de verkopers. Hè, omdat die natuurlijk niet weten wat ik mee naar binnen sleep. Gladgestukte wanden. En dan loop ik zo door naar de zitkamer, de woonkamer. Kijk, hier de deur tussen de hal en de woonkamer is een hele mooie, stijlvolle deur met glas in lood. En je ziet hier meteen, als ik even terugdraai, eigenlijk hoe leuk die voordeur is. Kijk, met het glas in lood. Heel hoog plafond. En dat is wat het hele huis echt heel erg kenmerkt. Dat is natuurlijk echt zo typisch 1906 huis. Lekker hoge plafonds. Ruimte voor de kapstok. En dan gaan we naar binnen. Wat ik net al buiten zei, heel erg veel licht. Een heel groot raam. Nou, en je ziet zo al dat het gewoon een hele mooie woonkamer is. Goed formaat. Ik heb geen groothoeklens erop zitten. Dus is het gewoon wat ik altijd iedereen hoor als ze hier komen. Oh ja, in elk huis wat we laten zien. Want dit huis is net nieuw op de markt. Volgende week gaan we hier pas beginnen met de bezichtigingen. Van oh ja, het lijkt toch nog groter dan tijdens de live video. Kijk. En wat ik al zei, hoog plafond. En ook hier allemaal mooie, goede, gladde wanden. Nou, we zagen in de gang, in de hal eigenlijk al, die mooie vloer. Nou, die loopt hier helemaal mooi door. Het is een eiken vloer. Nou, hou je meer van een whitewash vloer, dan kan dat. Het is een kwestie van schuren en daar een andere olielaag overheen zitten. Dan heb je een hele mooie whitewash vloer. Ja, jullie hebben gewoon nog het beeld gehad. Bij mij ging even iets niet goed. Dan zie je hier de open haard. Dus je had even een stilstaand beeld. Maar ik ben blij dat de verbinding niet was verbroken. De open haard met daaronder de ruimte
om, en dat is trouwens ook live, hè, om wat houtblokken neer te zetten. Nou, hier woont een gezin met twee hele kleine kindjes, dus je bent een beetje voorzichtig nu met de open haard. Nog even laten zien. Hier voor de radiatoren. Ja, die zijn mooi weggewerkt hierachter. En je hebt dubbelglas. Het huis heeft een energielabel E. En de verkopers hebben hiervoor gekozen om voor de privacy, iets meer privacy in het huis te hebben, zeg maar wat plastic op het raam te doen. En als je naar de overkant kijkt, zie je dat er ook heel veel mensen zijn die zeggen, ik laat de haag wat hoger groeien. En net iets meer privacy te hebben. Dat is natuurlijk je eigen keuze, wat je daarmee wil. Zo. Nou, de zithoek is aan de voorkant gerealiseerd. Dat is ook de meest logische plek, dat is ook de meest brede plek. En aan de achterkant staat de eettafel. Dit is een breed formaatje, dat kun je ook wel zien hier. Ja, dat er twee triptraps naast elkaar staan. Hè, en dat je toch nog, ik denk, een tafel van minimaal één. Goed, dan gaan we even door naar de achterkant. Ook hier zijn die radiatoren mooi afgewerkt. En ook hier dubbel glas. Nou, zou je nou liever dubbel openstaande deur hebben, dan kan dat natuurlijk. En dan schuif je de tafel iets op. Want er is ruimte genoeg. Kijk, want hier staat ook een hele grote kast. Nou, dan lopen we door. Oh ja, even mooi om te laten zien, die hele hoge plinten. Kijk, dat zijn natuurlijk ook wel. En dat maakt natuurlijk zo'n huis helemaal af. Met zo'n stijlvolle houten vloer. He, hoge plafonds en een mooie hoge plint. Nou, dan komen we in de keuken. De keuken zit aan de achterkant in de soort uitbouwtje. Origineel zo. Met heel veel werkruimte. Een witte inrichting met een stenen blad. Kijk, laat ik je hier even zien. Kun je goed zien. Granieten blad. Ook hier weer dubbelglas. Er staat een groot gasfornuis met een grote, met tweetal ovens. Daarboven een RVS afzuigkap. En dan heb je hier nog twee kasten waarin onder andere de ijskast zit. En dan hier in de hoek, hier, ik ga er niet in nu, maak hem wel even open. Oeps, zit de toegang naar de echte kelder. Nou, kom je hier met ons kijken volgende week? Nou, dan lopen we er natuurlijk eventjes in. Doe hem nu weer dicht. En dan ga ik met jullie naar de achtertuin. Nou, en je ziet al hoe ontzettend veel zon hier is nu. Kijk. En dan hebben we het nu over een uur of één. En dan is het nog voorjaar. Het is niet eens zomer. Dit is echt een fantastische plek om te genieten van het zonnetje. Kijk, die staat nu helemaal daar zo'n beetje. Ik weet niet of je het kunnen zien. Daar staat hij zo'n beetje. En hij draait natuurlijk die kant op. Nou, je ziet ook meteen dat je aan de achterkant niet direct achterburen hebt. Je hebt wel achterburen, maar je hebt tuinen. Dus je hebt geen achtergevels van mensen met slaapkamerramen en dat soort dingen die je naar binnen kunnen kijken. Dus je hebt heel veel privacy in deze tuin. Gewoon mooi, leuk formaat. Weet je, je kunt er heerlijk, ze hebben hier twee lekkere lichtstoelen. Maar je kunt er natuurlijk ook een hele grote tafel kwijt. Hè, voor je kinderen wat speelgoed als je dat zou willen. En dan heb ik hier de achterkant van het huis. Kijk. En dan zie je meteen boven, op zolder, kom ik zo met jullie, de dakkapel. Wat je ook ziet, is dat hier wat aan het schilderwerk gedaan moet worden. Nou, dat is gewoon regulier onderhoud. Dat hebben we allemaal wel eens een keer. Het komt een keertje weer aan de beurt. Nou, dat is hier ook zo. We hebben een bouwkundige keuring van het huis. Nou, het huis is echt gewoon heel netjes onderhouden. En je ziet ook bijvoorbeeld dat de achtergevel heel mooi gevoegd is. Er zit een nieuwe voeg in. Nou, heb je een achtertuin, is natuurlijk super praktisch. Als je een achterom hebt, nou, die heb je daar. En achterom met een steegje, en dan kom je op straat. En een kleine schuur voor allerlei spulletjes. Goed, ik neem jullie mee naar binnen. En we gaan naar boven. Zo. Weer in de keuken. Lekker veel werkruimte. Draai hem nog even om. Kijk.
voor degene die later aanhaken. En kijk je mee en heb je een vraag, stel die dan gewoon door die onder dit bericht in te typen. Dat zie ik in mijn scherm, hè, op het moment dat we live gaan. En dan kan ik je die vraag beantwoorden of ik kan het later even persoonlijk aan je beantwoorden. Hè, en je kunt me ook via Facebook Messenger kun je me een privébericht sturen, of in ieder geval bericht naar kantoor. En dan gaan we het ook bij je op terugkomen. Nou, dan het toilet. Kijk. Heel erg netjes. Kijk hier. Mooie vloertegels die doorlopen in de tegels. De achterwand vrijhangend toilet. Een spotje. En ik weet dat meteen dan de ventilator gaat lopen. Dus heel erg verzorgd. Fonteintje. En keurige witte wandtegels. Groot formaat. Goed. Dan waren we weer in die hele mooie hal. Met ook hier weer van die hele mooie hoge plinten. Kijk. En dan ga ik met jullie naar boven. Wat heel leuk is bij deze huizen op de Badhuislaan, is de trap met het tussenbordes, zoals we dat noemen. Zo'n tussenstukje. En dan zie je bij die huizen een heel mooi groot raam. Kijk. En dat zorgt ervoor dat zowel de overloop boven, hier, als ook de gang beneden heel licht is. Kijk. En hier zie je de trap naar de zolderverdieping. Maar we beginnen eerst op de eerste verdieping. Beneden lag een mooie houten vloer. Hier ligt een laminaatvloer. Lekker praktisch, kun je goed schoonhouden. En dan hebben we hier op deze verdieping een tweetal grote slaapkamers. Nou, hier zit een kleine gub. Die heeft een hele mooie kamer. Kijk hier. En hoe schattig zijn die luiken. Kijk, zie je? Dus aan de binnenkant in plaats van gordijnen is hier gekozen voor luiken. Vertelde ik je beneden wel wat over die afstand tot de buren en de achtertuin? Hier kun je het heel goed zien. En dus aan de achterkant heb je geen achterburen, wat aan de overkant van de straat wel het geval is. Hier heb je tuinen met bomen. Dus lekker groen en heel veel privacy. Ook hier weer een hoog plafond. En hier zijn de wanden niet glad gestuukt, maar voorzien van glasvlies. Kun je heel makkelijk overschilderen en is heel erg stootvast. Op de vloer ligt een neutrale vloerbedekking. Dus eigenlijk een hele leuke kamer. En kijk ook eventjes naar deze mooie deur. Mooi formaat kamer. En dan heb ik nog een grote kamer. Dit was de kamer van slaapkamer van de dochter. En dan heb ik hier nog een grote slaapkamer. Dit is de oude slaapkamer. Met hier links van mij aantal vaste kasten. Nou, daar zie je mij met mijn blauwe handschoentje. En een hele, ja, echt gewoon heel mooi, hele mooie slaapkamer. Moet je kijken, dit is een groot bed. En dan heb je links en rechts heel veel ruimte voor nachtkastjes en voor allerlei andere dingen. Kijk. Hier zijn de wanden weer glad afgewerkt. En door het raam aan de voorkant, allemaal dubbel glas trouwens, energielabel E, heb je zicht op de huizen aan de overkant. Kijk. Hoe leuk is dat? Hoe leuk kijk je uit? En kijk eens hoe leuk het eruit ziet met een zonnelijfwolk aan de overkant. Nou, wat ik al zei, heel veel kinderen. Dus je ziet hier ook nu weer kinderen op straat lopen. En kijk daar, er is Hukkerijt. Dus een hele ontzettend leuke straat, hè, de Badhuislaan. En je loopt naar winkels, de Ecoplaza zit eigenlijk aan het eind van de straat. De sushibar, alle andere, ja. Het is gewoon een hele leuke plek. Je bent ook zo bij het station. En dan komen we nu bij de badkamer. Die is nog niet zo heel erg oud. Liet ik jullie net beneden dat toilet zien. En met die tegels. Dat is eigenlijk heel mooi consequent doorgevoerd naar de eerste verdieping. Hè, naar de badkamer. Dus dezelfde tegels op het toilet. Beneden heb je hier
in de badkamer. En natuurlijk, hier aan de linkerkant zie je de elektrische vloerverwarming. Nou, dan denk je, oké, een bad, leuk, maar ik wil eigenlijk een douche. Yes, die hebben we ook. Kijk, hier in het hoekje is gewoon een hele ruime douche. Kijk, met een achteruitloop. En ook hier is heel consequent, net zoals beneden bij het toilet, die tegels zijn doorgelegd naar boven. En dan zie je daar een regendouche, een handdouche en heel makkelijk inhammetje. Ja, voor je crampjes. En dan, hoe handig is dit? Hoe slim is dit? Je hebt natuurlijk een vrijhangend toilet. Daar heb je natuurlijk ruimte voor nodig. Nou, dan kun je dat aan de zijkant. Kun je daar mooi een bergruimte voor maken. Voor handdoeken. Dus er is echt goed over nagedacht. En hier een heel mooi, gewoon goed bad. En met een kraan met een onderuitloop, zeggen we. En een douchekraan voor als je een van je kinderen in bad zit en je wil die afspoelen. Of je wil zelf in bad en je dekken afspoelen. Hoe fijn is het om daglicht te hebben in je badkamer? Nou, dat heb je dus hier met een groot raam. En natuurlijk een handdoekenradiator. En een wastafelmeubel met onderlaadjes. En twee vaste wastafels. Met twee kranen die ook uit de wand komen. En een hele grote spiegel. Dus heel verzorgd, heel netjes. Mooie ledlampjes in het plafond. Dus eigenlijk een badkamer. Ja, helemaal af. Echt toppie floppie. En natuurlijk hier ook weer die hele mooie originele deuren. Die je ook in de rest van op de rest van deze verdieping ziet. Nou, dan zit hier op deze verdieping zit nog een hele praktische inbouwkast. Onder de trap naar de zolder, voor je schoenen, nou ja, goed, voor alles wat je maar wil opbergen. En dan loop ik met jullie naar boven. En kijk even hier nog door dat raam, wat boven dat tussenbordes zit. Ja, heel groot raam. En straks in de zomer is dat natuurlijk allemaal mooi. Groen, want dat zijn gewoon, ik denk, leiplatanen. Goed, houten trap, wit geschilderd met een anti-slip strip erop. En dan kom je op de overloop op de zolder. Nou, ik liet beneden al zien dat hier een grote dakkapel in zit. Nou, dat zie je meteen op die overloop. En ook hier allemaal dubbel glas. En als ik me omdraai, dan zie je dat hier het hekje nog open staat. Ga ik even dichtmaken, dan kun je die iets beter zien. Heel veel ruimte voor een wasmachine, een droger. De cv-ketel hangt hier uit 2013. En ook nog goede kastruimte. Achter de wasmachine daar zie je knieschotten, zoals we dat noemen. En daar zit nog bergruimte achter. En ook aan de achterkant heb je knieschotten met bergruimte. Nou, dit is nu eigenlijk een ruimte die niet zo heel gebruikt wordt. Ja, voor de was en dat soort dingen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ik ga hier een extra bureautje neerzetten. Om hier gewoon lekker te kunnen werken. Nou, we weten allemaal in deze tijd hoe belangrijk het is. Of kan zijn om een plek te hebben waar je lekker thuis kunt werken. Dat kan hier heel goed. Nou, dan hebben we hier de slaapkamer van de andere spruit. Heel leuk, heel gezellig. Met aan de achterkant een dakkapel en aan de voorkant een Velux dakraam. Dus het hele huis. En natuurlijk de zon schijnt. Dat zijn heel veel huizen heel licht. Maar dit is echt wel, door alle ramen die er zijn, super licht huis. Er staat nu een klein juniorbed. Nou, maar er is ruimte genoeg voor een eenpersoonsbed. En heb je een puber, dan een twijfelaar kan hier ook makkelijk staan. Net als op de overloop heb je hier knieschotten met bergruimte. En hier zie je dus het uitzicht aan de achterkant. Tuinen, tuinen, tuinen. Dus heel veel privacy. Dat is natuurlijk altijd wel fijn. Goed, dus dit is de slaapkamer op de zolder. Hier ligt trouwens een laminaatvloer. Hadden we op de andere slaapkamers een vloerbedekking. Hier hebben we een laminaatvloer.
En dan hier op de overloop ook een laminaatvloer. En ruimte dus voor die wasmachine, de droger, cv-ketel en bergruimte. Want dan kom je eigenlijk, ja, heb je nooit te veel bergruimte. Dan gaan we naar beneden lopen. En dan loop ik alle ruimtes nog even snel met jullie door. Voor iedereen die later aangehaakt is. We hebben heel veel kijkers. Dus dat is echt heel erg leuk. Wil je komen kijken naar het huis in de werkelijkheid? Maak dan even een afspraak met ons kantoor. Volgende week gaan we hier beginnen. En zoals altijd krijgt iedereen bij ons ruimschoots tijd om individueel met ons het huis door te lopen. Houd even in de gaten wat de regels zijn. www.mouthaan.nl/corona kun je de regels vinden waar wij ons aan houden en waar we ons aan moeten houden voor ieders veiligheid. Hier is die hele leuke slaapkamer op de eerste verdieping met die luiken. Echt stijlvol, charmant. En je ziet ook meteen hoe hoog het hier is, hè? Dus niet alleen op de begane grond heb je een heel hoog plafond. Hier heb je ook een heel hoog plafond. En de hoge plinten ontbreken hier ook weer niet. Ja, dus je hebt op deze verdieping een tweetal grote slaapkamers. En je kunt ook kiezen om zelf aan de achterkant te gaan slapen. Want die kamers die zijn qua formaat niet heel erg veel verschillend van elkaar. Grote, de oude slaapkamer. Hoog plafond en heel veel bergruimte hier achter deze kastdeuren. Nou, dan komen we eigenlijk in het pareltje van het huis. De badkamer. Natuurlijk met elektrische vloerverwarming. Hele mooie, gevlamde, stijlvolle tegels die in de vloer en dan doorlopen iets in het bad. En die zie je ook hier achter mij. In de douche. Kijk, daar loopt het ook gewoon door. Met een regendouche. En hoe handig is dit, zo'n klein inhammetje. Regendouche. En je ziet hier hoe netjes er gewerkt is. Want dat is niet even gesmokkeld. Even gewoon keurig netjes dat laatste randje van die tegels tot bovenaan toe. Dit is niet Beun de Haas die hier gewerkt heeft, kan ik je vertellen. Die hele leuke, praktische nis voor de handdoeken. Vrijhangend toilet. Twee vaste wastafels met kasten onder met lades. En ruimte genoeg ook nog voor een goede wasmand. Grote spiegel en daglicht. Dat is echt altijd zo fijn. En een originele deur. Dan hebben we hier nog de kast onder de trap. Ook weer bergruimte. Dus aan bergruimte geen gebrek hier. Voor schoenen, voor alle spulletjes die je niet elke dag nodig hebt. Dan gaan we via de trap. Kijk, eerst een drietal treetjes. En je ziet met een anti-slip stripje erin. En dan heb je het hele grote raam voor heel veel licht in dat huis. Maar dat hoef ik niet te blijven herhalen, want het is gewoon lekker licht. Maar dat zien jullie zelf. En dan loop ik naar beneden. Zo. Naar de hal. Heel erg lang. Hé, de post is geweest. En het eind glas in lood in de deuren. En een mooie eikenvloer. Die je zowel in de hal als drempeloos doorlicht in de woonkamer. Heel goed formaat. Hier staat een hele mooie grote bank. Ik denk wel 4 zits. En een grote stoel. Hoog plafond. Netjes afgewerkt. En voor de privacy hebben ze hier
een plakstrook op het raam gedaan. En als je naar de overkant kijkt, dan zie je dat er ook mensen zijn die hebben de haag gewoon hoger laten groeien. Dat is heel persoonlijk. Dat kan natuurlijk. Open haard, hout gestookt. En dan ga ik nog even naar de keuken. Nog heel even naar de tuin voor degenen die later ingehaakt hebben. He, wil je meer zien? Dan kun je op www.badhuislaan, zal ik even laten zien. www.badhuislaan34. Kijk, daar kun je alle informatie vinden. Dit is de brochure die we hebben van het huis. Die kun je ook op de website vinden met heel veel informatie over het huis. En als je hier komt kijken, dan krijg je van ons een geprint exemplaar mee. Gewoon fijn om daar even rustig thuis naar te kijken. De keuken, ijskast, bergruimte, toegang tot de kelder, die zit hier. Ja, dus waar het bord is, daar. Oeps, je ziet mijn vinger niet daar. Waar dat bord op zit, daar zit toegang naar de kelder. En het is gewoon een leuk formaat kelder, gewoon voor ook weer opslag. Nog even naar de tuin. Lekker zonnig. Het is nu een uur of één en het is eigenlijk net voorjaar. Hoe heerlijk kun je hier in de zon zitten met heel praktisch een achterom en een klein schuurtje om dingetjes in op te bergen. En straks over een aantal weken een groen uitzicht. De achterkant van het huis laat ik jullie nog even zien. En met hier de keuken. En dan daar. De eerste verdieping. En die grote dakkapel op zolder, hè, dus die je terugvindt in de overloop en in de kinderkamer op zolder. Dus een drietal slaapkamers, 119 vierkante meter woonoppervlak en een vraagprijs van 4,49. Goed, dan ga ik nog even naar de straat, want daar wil ik afsluiten. Want de straat is eigenlijk wel helemaal fantastisch. Toilet, oh ja, zal ik nog even laten zien van wie later ingehaakt heeft. Zelfde stelsel, de badkamer, heel verzorgd, heel netjes. Dit is echt een huis waarbij je zegt, ja, weet je, schilderen, sausen wil je eigenlijk altijd wel. Hè? Om je eigen sfeer en eigen kleur te geven. Maar ja, voor de rest, jongens, dozen inpakken en verhuizen maar. Goed, dan gaan we nog even naar de straat en dan ga ik daar afscheid van jullie nemen. Zo, wat ik al zei, een hele leuke straat. En je ziet verderop, zie je ook wat kinderen op straat. Hele goede locatie. Dicht eigenlijk bij alles. Hè? Van station tot winkels, hè, waar je gewoon naartoe loopt. De natuur. Perfecte locatie. In Bussum. Goed. Dan ga ik even de camera omdraaien. Ja. Nou, leuk dat jullie met ontzettend veel mensen hebben meegekeken. We hebben volgende week ook al een aantal afspraken staan. Dat best wel veel. Dus wil je ook volgende week komen kijken, neem even contact met ons op. Dat kan op heel verschillende manieren. Via Facebook Messenger. Dat kan via WhatsApp. Noem maar op. Gewoon bellen natuurlijk. Wij zijn gewoon open. We hebben wel regels. www.mouthaan.nl/corona kun je de regels vinden. En een van de regels is dat je met maximaal 2 volwassenen het huis binnen kunt mag bezoeken. Dat zijn ook de wettelijke regels, de regels van de RIVM. En wij zorgen voor jou en voor andermans veiligheid, hygiëne met handen wassen. En wij zelf dragen handschoenen. Nou, dankjewel. Ga naar www.badhuislaan34.nl om alle informatie over het huis te vinden. En ik hoop dat ik je snel mag zien. Fijne dag en maandag om 12:30 gaan we weer live.